allemaal. We zijn voor de hipsterdocent nu in het Bernardines in Heerlen. En we hebben een leuke verrassing voor aardrijkskundeleraar Raf van Loo. Gaan jullie mee? Ik zag jullie al staan bij de receptie. Oh. Verdorie. Okay, maar ik had het hun nog niet verteld. Okay. Ik had het hun nog niet verteld. Nou, ja, je bent een van de finalisten, hè? Je hebt je recept. Dus, en wat vind je er eigenlijk van dat je nu in de finale staat? Ja, nou, de eer is nog groter. De eer is nog groter. Het was al een eer dat je genomineerd bent natuurlijk. En naarmate je doorgaat. Dit is natuurlijk een applaus voor hun waard dat ze zo'n campagne gevoerd hebben en dat het zo opgezet wordt. Ja. En ja, goed, verder is dat een grotere eer. Ja. En waarom denk je dat je leerlingen je hip vinden dan? Dat is altijd zo, het woordje hip heb ik ook toen aan jou gevraagd in de tekst voor de krant. Ik probeer benaderbaar te blijven voor leerlingen. Dat ze zich op hun gemak voelen als ze binnenkomen. En ja, als dat hip is, ja, dan vind ik dat dat vrij aardig bij mij passen. Vervolgens is mijn empathie erg groot. Ik probeer de belevingswereld te pakken, te krijgen van hun. En we willen natuurlijk weten hoe hip je bent. We willen graag je telefoon. Wat voor telefoon heb je? Hele oude, een classic. Oké, een classic. Ik heb geen smartphone. Nee. Dit dingetje heb ik. En wat is het voor iets? Een Nokia 6500 Classic. Ik weet het, Ronda, ik weet het. Maar voor mij is het een ideaal toestel. Waarom? Omdat het gewoon klein, handig is. Ik heb niet zo'n groot ding bij me. Ik kan er alles mee doen. Er zit internet op. Niet snel, maar er zit internet op. En laat je ringtoon eens horen. Mijn ring? Oh mijn god, ik heb geen ringtoon, geloof ik. Nee, dat heb ik niet. Voor mij is het heel simpel. Als ze mij bellen, gaat een ouderwetse telefoon af. Oké. Ja, dat is dan je ringtoon, hè? Ja, mijn ringtoon in die zin is gewoon een ouderwetse telefoon. Muziekje komt erbij en dat is het dan. Ja. Als je moet kiezen tussen de X-Factor of Sterren dansen op het ijs, wat kies je voor? X-Factor. Ik vind ze alle twee niet leuk en dan kies ik de minst vervelende voor mij in die zin. En dan vind ik dat de X-Factor. Ja. Lady Gaga of de jeugd van tegenwoordig? Jeugd van tegenwoordig. Maar ik moet je zeggen dat ik sommige liedjes van Lady Gaga erg goed vind. Ja. Hij snapt. Ja, dat is echt waar. Dus hier zit ik toch wel inderdaad in een dilemma. Ja. Boxer of slip? Ertussenin? Nee, maar als je moet kiezen. Ja, boxer. Hoe ziet de ideale leerling eruit? Kijk voor je. We gaan natuurlijk weten wat er in je tas zit allemaal. Even ondersteboven. Ik ben eigenlijk ben ik heel saai in die zin. Ook een vulpennen. Vullingen. Af en toe heb ik last van brandend maagzuur. Een oude toets. Eigenlijk nog een verfomfraaid krantenknipseltje wat uit mijn agenda gevallen is. Okay. Over hoe de Russische droogte 5000 kilometer verderop Noord-Afrika in de problemen brengt. Een goede aardrijkskundedocent kan niet zonder zijn Globetrotters logboek. Hier staat alle praktische informatie van mij in. En wat staat er zoal? Nu geef eens een voorbeeldje. Wat voorbeeld wat erin staat is bijvoorbeeld, je kan de landen zien op alfabetische volgorde. En dan kun je kijken van hoe groot Georgië is, wat de hoofdstad is, aantal inwoners, bevolkingsdichtheidscijfer. Nou ja, op die manier. Dus dat is eigenlijk, heel netjes dan. Ja, ik ben in die zin heel gestructureerd. Ja.